Ja, een stripverhaaltje. En het gaat hier met name om, wat zeggen ze er? Welke driehoek heeft gelijk? Ja, ik vind het gewoon heel leuk getekend. Maar je moet eens gaan kijken naar, nou, wie heeft er gelijk? Nou, het blauwe driehoekje, die zegt, nou, ik zag een driehoek. En die was zo raar, die had een tophoek van 160 graden. En dan zegt die roze, ja, is dat alles? En op zich heeft die blauwe wel gelijk. Het is een hele bijzondere hoek, want een tophoek van 160 graden, zo, dan krijg je echt een hele platgeslagen driehoek. Want als deze 160 is, dan zijn dit de benen, dan zijn deze hoeken gelijk. Dan hou je dus 20 over voor beide hoeken. Dus het is inderdaad een gekke driehoek. Dus los van het feit dat die driehoek gewoon kan, dat die blauwe inderdaad zegt, is het ook een aparte. Dus ik snap dat hij zegt, nou, ik zag nou een driehoek, dat is logisch. Maar dan zegt die roze, ach, nou, dat is nog niks. Ik zag er een en die had een basishoek van 160 graden. En dat kan niet. Dat kan niet. Dus wat die zegt, dat kan niet. En hoe komt dat nu dat dit niet kan? Nou, stel je eens voor, als ik ga doen wat hij zegt, hè, wat hij of zij, het driehoekje, wat het driehoekje zegt, die heeft dan een driehoek, een gelijkbenige driehoek. Nou, maar als een basishoek 160 graden is, basishoeken zijn gelijk, dan moet er dus nog een hoek zijn van 160 graden. Ja. Gaan die hoeken eigenlijk van elkaar ook, oh, zit verkeerd. Ja, lijken van elkaar af in plaats van naar elkaar toe. En dus je kunt wel één zo'n stompe hoek hebben, maar dat kan nooit de basishoek zijn, want dan heb je er twee. Dus dan gaan ze van elkaar af en dan komen ze nooit samen. Het boek zegt, ja, 2 keer 160 is meer dan 180. Als je nu gaat kijken, de hoekensom van een driehoek is 180 graden. Ja, dat gaat nooit lukken als je er al twee hebt van 160. Dus dat is een andere redenatie. Maar hier kan ik jullie echt laten zien van, hey, je hebt er twee van 160, die gaan dan allebei de andere kant op. Die zijden rennen van elkaar weg in plaats van naar elkaar toe. Dus dat is eigenlijk de reden. Dus deze, die zegt maar wat. Eigenlijk. Dus, nou, dat is hoe het zit. Dus blauw spreekt de waarheid en roze spreekt niet de waarheid. Ik hoop dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!